en welkom bij deze nieuwe video. Make-up Revolution is gewoon alweer met een nieuwe make-up collectie uitgekomen. Echt jongens, ze knallen echt 500 collecties per jaar eruit. Maar mij hoor je niet klagen, daardoor kan ik lekker veel video's maken. Ik heb net hun hele brush collectie getest, die video staat al online. En nou zag ik dat ze ook een nieuwe Neon Heat collectie hebben met allemaal felle kleurtjes, neon kleurtjes. Gewoon wat de naam zegt, letterlijk Neon Heat. En echt, als iets me aanspreekt, is het wel felle kleurtjes qua make-up. Niet qua kleding, want qua kleding draag ik alleen maar zwart. Als je mij volgt op Instagram, weet je ook dat ik echt hou van hele heftige, kleurrijke looks. Dus als ik een Neon Heat collectie zie, dan bestel ik die gelijk. Ik heb hem helemaal besteld bij Boozy Shop. Het is een medium grote collectie en ik heb gewoon zoveel mogelijk producten besteld als kan. Om weer een leuke look te creëren vandaag. Alles is ook lekker betaalbaar, want het is Make-up Revolution, dus dat is ook altijd extra fijn. Dus ja, ik ben gewoon echt heel erg benieuwd naar deze collectie. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je ook op de hoogte van mijn 4 video's in de week. Ja, ik post er 4. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Jongens, zijn het niet ook de leukste oorbellen ever? Dit zat allemaal in één set. Deze zijn gewoon te koop bij de Kruidvat. Ik vind ze echt super leuk. Ik heb hier geen extra gaatje of zo. Dit is gewoon zo'n neppe ring. Je kunt hem weer gewoon zo eruit halen. Oké, jongens, ik heb hier de collectie. Kijk hoe fel al die kleurtjes zijn. Oh my god, I can't wait. De collectie heeft echt een heleboel oogschaduwpaletjes. Er is één groot paletje en een aantal kleine paletjes. Meestal als ik een make-up review video maak en er is zo'n collectie, dan koop ik het grootste paletje. Maar ik dacht, laat me een keer voor de verandering eens een keer gewoon een kleiner paletje van een collectie bestellen. Dus ik heb één van de kleinere paletjes besteld en ik heb deze kleur besteld. Dit is ook de meest heftige kleur. Dit is het Make-up Revolution Neon Heat Eyeshadow Palette in de kleur Safari Green. En ik dacht, ik pak gewoon de meest kleurrijke, want ja, dit leek mij gewoon echt een heel leuk paletje met dat groen en dat blauwe zo. I love it. We gaan gewoon dit paletje testen, jongens. Ik ben echt super, super benieuwd. Ik denk dat als deze collectie mij gaat bevallen, dat ik ook het grote paletje ga inslaan. En daarmee misschien een aantal looks ga maken op Instagram. Dus volg me op Instagram als je meer looks wilt zien. Maar voor vandaag gaan we dus dit kleinere paletje gebruiken. Hij is ook lekker betaalbaar. Hij is slechts 6 euro. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar de kwaliteit. De verpakking is gewoon echt heel goedkoop. Gewoon echt een hele goedkope plastic verpakking. Ja, plastic. Is het plastic? Ja, dit is plastic. Maar ik hoop gewoon dat de kwaliteit ondanks de lage prijs goed gaat zijn. Want ik ga echt een hele heftige look maken. Oké, we zijn lekker ingezoomd op mijn gezicht. Zodat jullie alles lekker goed kunnen zien. Ik ga beginnen met deze gele matte kleur. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik hoop dat hij echt heel fel geel is. Ik heb al gepruimd met concealer. De kwast die ik ga gebruiken is mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast. Omdat dit weer een review video is, ga ik proberen om zoveel mogelijk kleuren te gebruiken uit het paletje als kan. Maar we gaan dus beginnen met deze gele. En die ga ik aanbrengen in mijn hele arcaarboog. Gebruik altijd iets van een oogschaduwprimer als je ingaat met felle kleurtjes. Want anders worden ze niet heftig. Dan pak ik de matte groene kleur in het midden. En die breng ik een beetje onder die gele kleur aan. Dan ga ik in met deze hele donkere bruine matte kleur. Die ga ik aanbrengen met deze platte Fluffy Kwast Boozy Shop UP24. En die kleur breng ik alleen maar aan in de buitenste hoek. Deze kleur is volgens mij echt super donker. Ik hoop ook dat hij zo donker gaat zijn op mijn oog. Ik breng deze kleur echt alleen maar aan in de buitenste hoek. Ja, hij is echt super bruin, jongens. Oh, I love it. En dan pak ik weer die Fluffy Kwast van net. En dan ga ik een beetje zo over de randen om een beetje groen terug te brengen en het goed uit te blenden. En dan ga ik alle drie die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Oké, nou dat ging medium. Het ging niet heel goed, maar ook niet heel slecht. Ik had gewild dat de kleuren iets meer pigment hebben, iets feller zijn. Ik vind een beetje dat de groene kleur een beetje wegvalt en zo. Ik ben wel blij met hoe donker de bruine kleur is. Dat is echt top. En qua blending, ja, het had wel iets beter kunnen blenden. Maar voor 6 euro is het allemaal wel oké. Nou, ga ik een halve cut crease maken. Daarvoor gebruik ik mijn P. Louise base in de kleur Rumor 01. En de kwast die ik altijd gebruik voor een cut crease is deze kwast. Deze is van NYX Cosmetics nummer 14. Dit is echt een geweldige kwast voor cut creases. En dan wil ik nu deze mooie blauwe glanzende kleur aanbrengen. Ik breng die aan met deze platte kwast van Boozy Shop UP03 en ik maak een nat met fixing spray. En dan wil ik die blauwe kleur gaan aanbrengen over de hele cut crease. Ik ga even een iets grotere kwast aanbrengen van de Kruidvat. Dit is de Pro 05 kwast, want die andere kwast was best wel klein en het duurt een eeuwigheid voordat ik dit helemaal blauw krijg. Ja, dit gaat een stuk sneller. Ik ben echt een beetje aan het struggelen met deze glanzende kleur. Ik pak een beetje mijn vinger.
Ja, dit werkt beter. Je moet hem echt aanbrengen met je vinger. Maar ja, ik heb een cut crease en het werkt ook weer niet zoveel beter of zo. Dit is een beetje een irritant kleur. De kleur is ook wat lichter dan dat ik verwachtte of zo. Oh my god, het kost echt super veel moeite om deze hele cut crease zo blauw te krijgen. Nou, dan pak ik weer een beetje van deze donkere bruine matte kleur. En dan ga ik die hier een beetje zo inblenden met de blauwe kleur. Zodat het mooi in elkaar overgaat. Oké, nou dit is dan de hele ooglook. Het is oké geworden, maar ik ben niet zo blij met het paletje. Die matte kleuren waren al voor mij een beetje moi. En dat deze glanzende kleur ook zoveel moeite kostte. En je ziet amper glans. Het lijkt gewoon bijna alsof ik gewoon een matte blauwe oogschaduw heb opgedaan. Dus nee, ondanks dat het eindresultaat oké is, ben ik toch niet zo blij met hoe het is gegaan. Ik vind het gewoon ook allemaal niet fel genoeg. Vooral omdat het een Neon Heat collectie is, verwacht ik dat de kleuren echt heftig geen kleurrijk zijn. Maar dit is allemaal echt heel minimaal, jongens. Oké, dan. Deze collectie heeft ook felgekleurde eyeliners. Dit is de Makeup Revolution Neon Heat Colored Liquid Eyeliner in de kleur Sky Blue. Deze eyeliner had je ook echt in een heleboel kleurtjes. En ik ben gewoon gegaan voor de kleur blauw. Ik heb de kleurtjes allemaal een beetje gegokt, want ik wist nog helemaal niet wat voor look ik ging maken. Maar ik dacht, ik ga sowieso die blauwe kleur gebruiken uit het paletje, want die springen er echt uit. Dus ik dacht, ik bestel de kleur blauw en dan ga ik een blauwe winged eyeliner hiermee maken. Jongens, oh my god. Het is hier gewoon aan het branden op mijn huid. Ik voel het gewoon hier helemaal branden. Wat is dit? Zoiets heb ik echt nog nooit meegemaakt met een liquid eyeliner. Ik hoop echt dat mijn ogen niet gaan tranen, want dan verpest ik weer de ooglook. Oh my god. Het brandt gewoon. Oh my god, nou voel ik het hier ook branden. Nee, dit is niet goed. Wat zit hierin, joh? Wat is het voor eyeliner? Ik denk dat ze de heat iets te serieus nemen. Oh my god, het brandt gewoon echt gewoon. En dit is pas laagje nummer 1. Het is een beetje een waterig product, dus ik wilde het eventjes laten op te drogen en dan een tweede laag aanbrengen om het echt heel goed blauw te krijgen. Want kijk, je kunt hier zien dat je gewoon mijn huid eronder gewoon kunt zien. Maar het is gewoon echt helemaal aan het branden. Ik weet niet of ik een tweede laag wil aanbrengen. Wat de F? Dit is echt heel raar. Oké, ik ga gewoon alsnog even een tweede laag aanbrengen. Oké, een tweede laag aanbrengen gaat niet echt heel makkelijk. Want als je een aantal keer over één plek gaat, dan haalt het gewoon het product eronder er weer van af. Dus dat is wel een beetje vervelend. Hij is iets te waterig. Hij had iets minder waterig moeten zijn. En dan was hij echt geweldig geweest. Want de kleur is heel mooi. Het droogt ook gewoon heel mooi mat op. En ja, uiteindelijk is het wel mooi geworden. Maar het kost wat moeite omdat het dus een tikkietje waterig is. En het is ook gewoon echt aan het branden op mijn ogen. Ik voel het gewoon branden. En dat kan niet goed zijn. Dus om die redenen zou ik dit product echt niet aanraden. Wat is dit? NYX Cosmetics heeft ook echt hele mooie gekleurde liquid eyeliners. En die doen het niet. En die zijn ook niet waterig. En die zijn ook wel betaalbaar. Dit product is 6 euro. En volgens mij zijn die van NYX iets van 10 euro. Dus ietsje meer. Maar ik zou liever die gebruiken dan dit. Want dit gebrand op mijn oog. Oh ja, dit is niet goed hoor. Oké, dan gaan we verder met één van de producten van deze collectie die mij echt by far het meeste aansprak. En dat zijn deze eyeliners. Dit is de Makeup Revolution Neon Heat Hydra Liner Set. En dit is dus een set met 4 neon gekleurde eyeliners. En je moet ze zo nat maken en dan zo aanbrengen. Ik hou van dit soort dingetjes. Ik heb zo'n product al van de Norvina collectie, maar die zijn heel erg duur. En dit is een betaalbare versie. Je betaalt 17 euro voor 4 kleurtjes. Dat is op zich wel gewoon oké. Dus ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Ik hoop echt dat ze fel genoeg gaan zijn. Je hebt dus 4 kleurtjes. Geel, blauw, roze en paars. Ze zijn helaas niet los te kopen. Je moet echt deze hele set aanschaffen. En het zijn ook echt best wel grote potjes. Ik verwachtte echt gewoon van die hele kleine potjes. Want dat is meestal met dit soort producten. Maar de potjes zijn echt best wel groot. Dus dat is wel fijn. Dus ik wil deze ook gaan gebruiken. Ik wou maar dat er een groene kleur hierbij zat. Als er een groene kleur bij zat, was echt amazing geweest. Ik denk dat ik voor geel ga. Want dat vind ik wel leuk. Want ik heb hier ook die gele oogschaduw. En dan wil ik een soort van gele lijn maken over die cut crease lijn, zeg maar. Dus we gaan even kijken of deze beter gaan werken dan deze liquid eyeliner. Oeh, kijk hoe fel dit eruit ziet. Je moet ze dus nat maken. Het is een wateractiverend product. Dus ik ga in met een beetje fixing spray. Ik ga deze hele kleine kwast gebruiken. Dit is gewoon een hele kleine verfkwast. En dan spray ik het gewoon zo een beetje nat. En dan ga ik er gewoon zo in met mijn kwast. En dan maak ik zo die lijn. Jongens, dit ziet er zo satisfying uit. Oh my god. Oké, jongens, je mag hem echt best wel nat maken. Ik had hem hier een beetje droog gebruikt en toen bracht hij niet zo soepel aan. En toen heb ik hem echt heel nat gemaakt en hier heb ik hem heel nat aangebracht. En hier bracht hij echt
topje aan. Ik denk dat ik dit heel fijn vind. Eindelijk een product van deze collectie waarvan ik denk, ja, dit raad ik gewoon echt aan. Dit was echt heel erg fijn. Het is ook heel erg fel, zoals je kunt zien. Ja, kijk, deze kant is nou helemaal zo raar en zo hoekig geworden, terwijl hier is het helemaal perfect. Oh, wat een gezeik. Oh mijn god, ze lijken nou echt totaal niet op elkaar. Oh my god, kijk even dit. Nou ja, jongens, dit heb je met testvideo's. Als je iets voor de eerste keer gebruikt, moet je eerst een beetje oefenen. En dit was dus kennelijk mijn oefenoog. Ik ga even kijken of ik het een beetje kan fixen. Oké, ik denk dat ik het gewoon hierbij laat, anders maak ik het alleen maar erger. Negeer gewoon even dit oog en focus je gewoon op dit oog. Oké, dit vind ik dus echt hele fijne producten. I love it. Dan ben ik voor nu klaar met de ogen. Dit is gewoon de look. Ik ga even nep wimpers aanbrengen en zo. En dan gaan we beginnen aan het gezicht. Oké, daar ben ik weer. Ik ben klaar. Wat ik ook nog wil doen is deze hele lichte glanzende kleur aanbrengen. Het is een beetje een hele lichte goudachtige kleur. En die breng ik nog aan hier zo in mijn binnenste ooghoek om het daar te verlichten. En dan met wat er nog op de kwast zit, breng ik het ook een beetje aan onder mijn wenkbrauwen. De wimpers die ik op heb zijn van Kiss Lashes van de Lash Couture collectie in de stijl Royal Silk. Deze zijn echt zo mooi omdat ze echt heel krullerig zijn. Ze krullen zeg maar echt helemaal omhoog en dat vind ik echt gewoon fantastisch. Dan ga ik verder met een gezichtspaletje. Ik heb hier de Makeup Revolution Neon Heat Dynamic Face Palette in de kleur Peach Heat. Dit is dus een gezichtspaletje met een bronzer en een blush. Deze heb je ook in een aantal kleuren en ik ben een beetje gaan voor de medium kleur. En dat is dus de kleur Peach Heat. En dit paletje ziet er echt prachtig uit. Ik vind de kleuren echt prachtig. En het is zo'n soort van blikje. En erin vind je een matte bronzer en een glanzende blush. En je krijgt ook een hele mooie grote spiegel. Ik vind de blush wel echt heel erg glanzend. De kleur is wel echt heel mooi. Maar jongens, die glans... It's a lot. Het is gewoon bijna een highlighter. Dus ja, ik hoop gewoon dat hij mooi gaat zijn. Omdat dit een bronzer is, heb ik nog geen bronzer op en ook geen contour. Want ik heb in een van mijn andere review video's een comment gekregen van iemand. Want daarin had ik ook een bronzer getest. En die zei van ja, ik kan nou niet heel goed zien hoe de bronzer eruit ziet. Omdat je al bent gebronsd met een cream contour slash bronzer. Dat vond ik echt een hele goede tip. Want normaal ben ik al ingegaan met cream contour en zo. En dan ben ik inderdaad al een beetje gebronsd. En dan zie je niet zo goed hoe de bronzer werkt. Voortaan, als ik een bronzer test, ga ik geen cream contour aanbrengen. Dus nou ben ik helemaal niet gebronsd zoals je kunt zien. Dus ik ga nou eerst beginnen met deze matte bronzer. Het paletje is ook lekker groot, dus je kunt lekker ingaan met je bronzerkwast. Het is een hele warme bronzer. Oh my god. Ik heb het nou hier wel en hier niet. Zie je het verschil? Ik vind het heel erg mooi. Het is echt een beetje een rood-oranje warme bronzer. Ik hou altijd van warme bronzers. Die staan mij altijd het mooiste. Oké, de bronzer is wel een heel klein beetje rood voor mij. Ik denk dat het iets te rood is voor mij, voor mijn huidskleur. Dan ga ik in met deze blush. Oh my god, hij is zo glanzend. Doe eens even normaal, joh. Ja, het is echt, echt heel glanzend. Ik hoopte nog dat als ik hem zou aanbrengen het niet heel glanzend zou zijn. Maar dit is letterlijk een highlighter en een blush gewoon in één. Ik denk niet eens meer dat ik nog een highlighter hoef aan te brengen, joh. De kleur vind ik wel echt heel erg mooi. Nou jongens, deze video vandaag gaat niet zo goed. Ik ben niet zo blij met al deze producten. Het is wel jammer. Mijn laatste review video's gingen allemaal echt best wel goed. Dit is weer de eerste keer na een lange tijd dat ik echt producten gebruik... Waar ik niet zo blij mee ben. Ja jongens, ik vind de bronzer te rood en de blush te glanzend. Ik denk niet dat ik dit paletje nog zou gebruiken. Kijk even hoeveel glans hiervan afkomt. En ik hou wel een beetje van een baked blush, van een glanzende blush. Als er gewoon een hele lichte glans doorheen zit. Maar dit is echt too much. Ik denk dat ik echt gewoon serieus geen highlighter ga aanbrengen. Ik ga het gewoon zo laten. Dan ga ik ook eventjes wel iets op de lippen aanbrengen. Deze collectie heeft niks voor de lippen of zo. Ik heb, oh, by the way, ook nieuw. Heeft verder niks te maken met de collectie. Maar ook van Makeup Revolution. Deze Juicy Lip Gloss. Fantastisch. Deze is zo ontzettend mooi. Oh my god. Ik denk dat ik gewoon deze ga aanbrengen. Deze gloss. Zo juicy. Hij heet ook de Juicy Gloss. En hij is ook echt heel juicy zonder zo plakkerig te zijn. Deze heb ik echt het hele weekend opgedaan. Ik vind hem echt heel erg fijn. Ik ga in met mijn MAC Lippot loodje in de kleur Soar. Deze is echt bijna op. Ik moet echt even een andere halen. En dan deze lipgloss. Oh, het ruikt ook echt heerlijk. I love it. Kijk hoe mooi dit is.
Oké, dan het laatste product van de collectie en dat is deze spray. Dit is de Makeup Revolution Neon Heat Strawberry Sizzle Fixing Misting Spray. Er staat online dat deze spray je gezicht hydrateert, je make-up de hele dag laat zitten en je huid een prachtige dewy glow geeft. Deze heb je ook in een aantal kleuren en in een aantal geuren en ik heb de strawberry en die ruikt ook echt naar aardbei, echt heerlijk. Oh, de geur is echt heerlijk, maar ik vind hem een tikje agressief. Ik heb echt een hekel aan agressieve sprays. Maar hij valt wel gewoon mooi op mijn gezicht. Het valt echt op mijn gezicht als zo'n zachte mist. Dus ondanks dat hij een beetje agressief is, valt het toch wel gewoon zacht op je gezicht. Dus dat is wel fijn. Oh, ik ben aan het waaien, maar het rekt echt heel snel in. Het is al gewoon helemaal ingetrokken gelijk. Oké, de spray vind ik op zich wel gewoon fijn. Ik ga er nog meer aanbrengen. Wow, ik vind het ook echt heel fijn dat hij echt super snel intrekt. Oké, ik denk dat ik letterlijk de spray het beste vind van de hele collectie. Nou jongens, dat was het dan. Dit was de hele look. We zijn klaar. Oké, nou ondanks dat ik niet zo blij ben met deze collectie, vind ik toch wel gewoon mooi hoe de look is geworden. Als je gewoon een beetje je best doet, dan wordt een look toch wel mooi. Ondanks dat je wat slechtere producten gebruikt. Ik raad dit paletje gewoon echt niet aan. Ik vind gewoon de kwaliteit niet goed. Ook al is hij maar 6 euro. Deze raad ik wel aan. Deze vind ik echt heel erg fijn. Dus ik zou deze zeker inslaan. Deze eyeliner brandt je huid er gewoon vanaf. Dus deze raad ik niet aan. En de spray raad ik wel aan. Dus het enige wat ik eigenlijk aanraad van deze collectie is de spray en deze Hydra Aligners. Deze twee vond ik wel fijn. En voor de rest, ja, dit paletje ook niet. Ik was hem even vergeten. Dit paletje, de bronzer is gewoon te rood en de blush is gewoon te glanzend. Dat vind ik ook gewoon echt helemaal niks. En los van de collectie, deze Juicy Gloss. Amazing. Dus ja, jongens, ik hoop dat ondanks dat alles niet zo heel goed ging, dat jullie toch wel gewoon hebben genoten van de video. Ik vond het weer heel leuk om deze video te maken. Ik vind het een hele mooie collectie. Maar ja, helaas dat gewoon een aantal dingen niet zo goed werken. Dat is wel jammer. Let me know wat jij van de collectie vindt. Ga je iets aanschaffen? Heb je al iets aangeschaft? Laat mij weten wat je ervan vindt. Ook wat je vindt van deze make-up. Kom lekker kletsen met mij beneden in de reacties. Ik vind het altijd zo leuk om jullie reacties te lezen. Jullie gaan niet eens begrijpen hoe leuk het is om van jullie te horen als YouTuber zijnde. Want jullie zien mij, jullie horen mij, maar ik zie jullie niet. Ik hoor jullie niet. Dus de enige communicatie die ik heb met jullie is dus beneden in de reacties. Dus al zeg je gewoon maar één woord. Ik vind het gewoon altijd heel leuk om reacties te lezen. Dus laat iets leuks achter beneden. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om makkelijk te kunnen abonneren. Helemaal gratis en voor niks. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!